Vandaag gaan we een entrecote maken van de grill met chimichurri. Chimichurri is een Argentijnse salsa en daarbij drinken wij een Pinot Noir van Barton en Guestier. Pinot Noir is echt een hele krachtige wijn die vol is en stevig van smaak. Dit gaat natuurlijk perfect samen met het zachte van de entrecote, dat sappige vlees en dan het pittige en het kruidige van de chimichurri. Dus laten we beginnen. Hiervoor heb ik een knoflookteentje nodig. Dan doe ik er een rood pepertje bij en ik haal eventjes de zaadlijst eruit, zodat die niet te pittig wordt. En ik doe alle ingrediënten voor de chimichurri gewoon lekker bij elkaar. Er zitten ook lekker wat veel groene kruiden in. Beetje koriander en platte peterselie. De chimichurri heeft ook wat zuur nodig en een beetje vet. Dus daarvoor hebben we een beetje limoensap. Ik knijp ongeveer een hele limoen erin uit. En ik gebruik een klein beetje rode wijnazijn. En ongeveer 2 eetlepels olijfolie. En in echte chimichurri hoort flink veel gedroogde oregano. Dus die doe ik er als laatste bij. En nou maak ik het mezelf vandaag heel makkelijk. Dus wij blenden hem gewoon fijn met een staafmixer. Deze Pinot Noir komt dus van Corsica. Dat is best wel bijzonder voor een Pinot Noir. Op Corsica is het heel erg zonnig. En door die vele zonuren wordt hij dus ook gewoon echt, krijgt die druif echt een hele lekkere, volle smaak. Dan gaan we nu over op het vlees grillen. Dus ik ga onze grillpan op flink hoog vuur zetten. En dan heb ik hier deze mooie entrecotes. We gaan ze insmeren met een beetje peper, zout en olijfolie. En dat doe je omdat je op de barbecue of in de grillpan natuurlijk nooit olijfolie doet. Dus je smeert je vlees ermee in. Zodat die olie niet tussen je barbecue doorloopt of je grillpan. Dat zou zonde zijn. Onze grillpan is goed heet, dus we gaan het vlees erop leggen. Oké, deze is klaar. Dus we gaan door naar de volgende. Ik laat hem ook eventjes rusten op mijn plank. Dan kan het vlees dus een beetje tot rust komen en kan hij nog een klein beetje doorgaren. Het ruikt in ieder geval heerlijk. Als ze een beetje tot rust zijn gekomen, snij je ze in mooie plakken. Je ziet dat hij echt perfecte garing heeft gehad. En toen ik het vlees uit de koelkast haalde, heb ik de Pinot Noir eventjes erin gezet. Deze Pinot Noir is namelijk het lekkerst licht gekoeld. Perfect voor bij het barbecue seizoen en bij gegrild vlees natuurlijk. Dan gaan we de chimichurri er lekker overheen verdelen. Ik proef hem alvast eventjes. Ik weet natuurlijk hoe die smaakt. Maar hij is echt perfect op temperatuur. Een beetje stroefheid, maar dat is juist heel erg fijn met dit gerecht. En ook wel lekker fris, fruitig en echt vol van smaak. Dus echt perfect voor het barbecue seizoen.